Dit is de hele edit van de video die je afgelopen dinsdag al hebt gezien op mijn YouTube kanaal. Maar die ga ik nu exporteren met de beste instellingen. Nou, voordat je gaat exporteren, moet je aangeven wat je wilt exporteren. Nou, je gaat helemaal naar het begin door op home te drukken. En hier druk je op de i om een inpoint te selecteren. Nou, dan ga je naar het einde van je edit. Nou, dat kan je doen met end. Maar in mijn geval staat hier achterin uh, ja, nog wat uh, rommel. Zeg maar. Dus als ik op end druk, ga je daar naartoe. Dus dat werkt nou niet. Dus dan nou klik ik hier. Klik op pijltje naar beneden en dan ga ik naar het einde van deze clips die hier staan. Nou, wat ik nou altijd graag doe is, nu ga ik één frame naar links. Omdat als ik dat niet doe en ik zet bijvoorbeeld hier een outpoint met de O, dan krijg ik één zwart frame aan het einde van mijn video. En dat wil ik niet. Dus ik ga één frame naar links, druk dan op O en nu heb ik de perfecte in-to-out selectie gemaakt om uh, ja, te gaan exporteren. Nou, om je video te exporteren ga je naar File, Export en dan Media, oftewel gewoon Ctrl-M. Dat is veel sneller. Dus we doen Ctrl-M. Dan kom je bij het export settings uh, scherm. Nou hierboven de allereerste instelling, dat is het format, die zet je gewoon op H.264. Dat is aangeraden door YouTube, dus zet hem maar gewoon op H.264. Nou dit slaan we even over. Hier bij output name, hier kan je een naam geven aan je bestand. En je kan ook de opslaglocatie kiezen. Nou export video, export audio, uiteraard die willen we allebei uh, exporteren. Dan gaan we hier naar beneden. Je kan al deze tapjes je negeren behalve het video tapje. Dat is het enige waar we naar gaan kijken. Nou, hier kan je de resolutie kiezen van jouw export. Nou, bij mij staat die op 3840 bij 2160 oftewel 4K. Dat heeft hij automatisch bepaald op basis van Match Source. Dus hij heeft automatisch gekeken naar ja, de sequence instellingen van mijn edit... ...en heeft hij 4K neergezet. Maar stel nou je edit in Full HD... ...dan zou ik alsnog aanraden om in 4K te exporteren. Want als jij een 4K bestand uploadt op YouTube... ...dan wordt er veel minder compressie toegepast. Oftewel, jouw video kwaliteit is vele malen hoger. Dus stel nou hier in jouw geval staat 1920x1080... ...klik je op de checkbox... En dan pas je hier 1920 aan naar 3840 en dan pas je hier 1080 aan naar 2160. Nou, de frame rate is in mijn geval 25 frames per seconde, oftewel ook weer gelijk aan de sequence die ik had. Maar als jij nou edit in 50 frames per seconde, dat is wel helemaal prima. Dan staat hier gewoon 50 frames per seconde. Nou, dit laten we zo. Dit vinkje zet ik aan. Render at maximum depth, oftewel gewoon maximale diepte, maximale kwaliteit. Hup, die zetten we aan. Ik wil gewoon het allerbeste hebben. Hieronder, deze instellingen, die zijn afhankelijk van wat voor hardware jij gebruikt. Dus of hier staat hardware encoding of er staat software encoding. Hardware encoding is altijd sneller. Maar niet iedere grafische kaart werkt goed samen met Premiere. Nou in mijn geval staat hardware encoding gewoon aan. Dus hij kan lekker snel exporteren. Dit negeren we allemaal. Dit negeren we ook allemaal. Dit negeren we ook allemaal. Dan komen we bij de bitrate settings. Dit is een hele belangrijke. Nou, ik zet deze sowieso altijd op bitrate encoding CBR. En dat staat voor constant bitrate. Dat betekent dat je door je hele video heen een constante bitrate hebt. En niet dat die gaat schommelen tussen lage bitrate en hoge bitrate. De kwaliteit is door je hele video heen consistent. Als je zou gaan voor VBR, dat staat voor variable bitrate. Dan kan het dus gaan variëren. En dat wil je niet, dus je zet hem gewoon op CBR. Nou, de volgende instelling is ook ontzettend belangrijk voor het behalen van de beste kwaliteit van je export. En helemaal als je hem op YouTube gaat uploaden. Dat is deze target bitrate, oftewel het aantal mbps waarin je, je video gaat exporteren. Voor een 4K-bestand op 25 frames per seconde kan YouTube maximaal 45 mbps aan. Maar goed, ik zet hem altijd graag op 50, dus mooi afgerond en dan weet ik zeker dat ik de beste kwaliteit heb. Maar als jij een video hebt gemaakt in 4K op 50 frames per seconde of meer, dan kun je gaan tot een bitrate van 68 mbps. Goed, Voor mij is 50 is dus goed, dan gaan we verder naar beneden. Naar deze instellingen hoeven we niet te kijken. Deze is ook nog belangrijk, Use Maximum Render Quality, oftewel maximale render quality. Dat is precies wat je wilt als je de hoogste kwaliteit wil bereiken. Dus die zetten we mooi aan en dat is de laatste instelling voor de beste kwaliteit. En nou kan je eigenlijk gewoon op uh, Export drukken. Maar nu komt er nog een mooie bonus tip. En dat is dat je al deze instellingen kan opslaan als preset. Nou, ik heb jaren gewerkt zonder de presets. Ik heb elke keer al deze dingen aangepast. Super onhandig. Maar pas sinds een paar weken ben ik de presets gaan gebruiken. En dat is echt een verademing. Dus al deze instellingen kan je hier gewoon opslaan. Nou, dan klik je op Save Preset. Klik. Je geeft hem een naam, bijvoorbeeld de uh, best settings. Je klikt op OK. En ze zijn opgeslagen. Nou kan je altijd hier uit jouw preset-lijstje gewoon de best settings kiezen. Nou, deze video moet ik daadwerkelijk nog exporteren, dus ik klik op export. En dat is het. En dat was het ook weer voor deze korte video. Vond je dit nou tof? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je in de volgende video. Later!